ben Marlies van Geloven. Ik heb een eigen administratiekantoor. En ik gebruikte eerst een ander programma voor klantenportaal. Maar ben sinds oktober, november ben ik overgestapt naar Texto. En ben er eigenlijk heel erg tevreden over. Ik zocht eigenlijk een klantenportaal waarbij mijn klanten zowel, zeg maar, dat ik alle informatie van mijn klant in een portaal kon zetten. En dat ik dus BSN-nummer kon erin zetten, dat ik geboortedata, adres, eigenlijk alles. Maar ook eigenlijk alle fiscale nummers, ook. En wat ik ook zocht was eigenlijk dat mijn klanten hun documenten ook naar mij toe konden sturen op een veilige manier. En wat voor mij dan ook weer makkelijk zou zijn om het eruit te halen en overzichtelijk. Dat had ik dus in het vorige portaal, ging dat niet helemaal. Ik kon bijvoorbeeld wel de adresgegevens erin zetten. Dan kon ik geloof ik nog twee andere gegevens erin zetten en dan dat was het. Dus dan had ik altijd meerdere systemen nodig. En nu kan ik gewoon alles in één systeem en dan kan ik allerlei bedrijven bijvoorbeeld die aan één persoon gelinkt zijn, die kan ik gewoon aan één persoon linken, zodat die bij alles kan. En die kan dus ook alles uploaden. En als ik iets aan mijn klant wil, als ik die iets wil laten zien of zo, dan kan ik het er ook in zetten. En dan krijgt hij ook berichtje van, hey, Marlies, die heeft weer wat geüpload. Laat ik eens kijken wat het is. En dat vinden mijn klanten wel heel handig. Wat ook heel fijn is aan Textome is dat je taken erin kan zetten. Waarbij je dus je klant een taak kan geven om dingen bijvoorbeeld te uploaden. En als je dan als je klant klaar is met uploaden, kan die dingetjes afvinken. En dan krijg jij, een bericht van joh, alles is geüpload, je kan aan de gang. En dan noemen ze dan een pijplijn bij Textome. En dan kun jij dus alles doen. Heb je dus bijvoorbeeld dan nog vraagposten, dan kun je dat weer een stapje verder zetten. Dan krijg je klant een bericht dat die wat moet aanvullen. En als dat gedaan is, dan krijg jij weer een bericht dat je weer verder kunt. En dat is hartstikke handig. En dat kon eigenlijk ook niet bij het vorige systeem wat ik had. Dus kreeg ik nog zelfs meer als waar ik eigenlijk voor ging. Want dat was eigenlijk niet eens prioriteit nummer 1. Maar dat is nu wel wat ik het meeste gebruik in Textome. De taken geven aan mijn klanten. Nou, het was wel lastig in het begin. Maar daar krijg je gigantisch goede hulp bij. Van Nathalie, in mijn geval. En daar was ik echt heel erg blij mee. Die heeft mij helemaal alles heen geleid. Dus die is eerst heeft ze mij de vraag gesteld van wat jij een beetje doet. Hè? Van welke stappen ga je eerst doen als jij een boekhouding doet? Aan de hand daarvan hebben we een stappenplan gemaakt en heeft Nathalie mij helemaal daardoorheen geleid. Dat was helemaal prima. Wat ik nu doe is als ik een nieuwe pijplijn bijvoorbeeld moet maken, dan kopieer ik hem eigenlijk gewoon en dan pas ik eigenlijk gewoon wat dingetjes aan. Dat is het eigenlijk. Kun je eigenlijk daar gewoon wel weer mee verder. Er zijn er altijd natuurlijk wel dingetjes die je even moet opzoeken. Maar zodra ik vragen heb, dan worden die eigenlijk ook altijd heel snel beantwoord. Daar ben ik ook heel blij mee. Ja. Nou, ik ben nog niet helemaal gewend. Dus heel veel gaat nog wel via mijn gewone mail. Ik heb wel zeg maar de e-mail al gesynchroniseerd.
Dus ik probeer zeg maar wel dat via het portaal te doen, zodat het ook gewoon wordt opgeslagen allemaal in het portaal. Want dat is juist heel handig, want je kunt dan ook alle communicatie kun je dus terugzien bij je klant. Dus als jouw klant e-mailt met zijn e-mailadres, wat hij ook als gebruikersnaam heeft, dan, nou ja, dan komen al die e-mailtjes gewoon automatisch in het portaal. En dat is gewoon wel heel erg prettig. En nou ja, ik merk nu wel dat mijn klanten steeds meer via het portaal gaan werken. En ik probeer ze ook echt gewoon nu te zeggen van joh, probeer geen documenten meer via WhatsApp of via de e-mail te sturen. Doe het even via het portaal. Want ja, dat kan ook via de app. En dus download die app even als je een fotootje hebt. Ja, dan kun je hem ook via de app gelijk uploaden. En dat is eigenlijk net zo makkelijk als via nou ja, WhatsApp. Dat vinden ze hartstikke fijn. Ook vaak documenten die zij in de e-mail krijgen, die kunnen zij dan ook via de app gelijk doen. En mijn klanten die gebruiken heel veel, ja, doen heel veel met hun mobiele telefoon. Dus die app is zeker wel een aanwinst om zeg maar met mij te kunnen communiceren. Ja. En ik hoop dus inderdaad dat dan de chat straks misschien dan ook makkelijker gaat. Want nu gaat eigenlijk alles via WhatsApp nog van chatberichtjes. Maar dat zou ik eigenlijk ook liever via het portaal willen hebben, omdat dan alles gewoon bij elkaar zit en dan hoef ik niet meer te zoeken. Dat is het mooiste eigenlijk, ja, dat alles bij elkaar komt. Ja. Ik gebruik zeker die handtekening. Ik weet alleen zo uit mijn hoofd niet meer hoe ik dat gedaan heb. Het was kennelijk zo simpel dat het eigenlijk voor zich sprak. En ja, dat het absoluut niet ingewikkeld was eigenlijk om te doen. Want ik gebruik het zeker, maar ik weet echt niet meer hoe ik het gedaan heb. Zat ik daar even over na te denken, maar nee, dat, maar ja, het is hartstikke makkelijk om het in te stellen. Zo makkelijk dat ik niet meer weet hoe ik het deed. Okay. Ik gebruik de desktop app, die gebruik ik zeker. Dat is juist heel makkelijk om die documenten heel makkelijk eruit te halen, want dan kun je gewoon in verkenner. Zie je alle documenten en dan kun je gewoon ja, eigenlijk hetzelfde doen als nou ja, wat er op je gewone PC staat. Dus dat is eigenlijk wat ik het allermeeste gebruik. De app gebruik ik niet. Omdat het eigenlijk niet zo goed lukte. Dus ik dacht eigenlijk dat die alleen voor de klant was. En is er ook een voor jou, voor het bedrijf dan? Is het wel een andere? Kijk. Dat wist ik niet. Nee, die zal ik dan misschien straks nog even doormailen of zo. Ja, nou dat lijkt me wel heel makkelijk, ja. Want ik heb die voor de klant gedownload, denk ik. En toen dacht ik, ja, en nu? maar dan moet ik nog even, ja, dan wil ik die heel graag gebruiken. Dus dan ga ik die nog even downloaden, ja. Ja, je hebt een Android-telefoon of heb je iPhone? Android. Ja, ja. Oké. Okay. Nee, dan sturen we straks nog even de juiste link naar YouTube. Ja. daar heeft Nathalie mij bij geholpen. Ik heb dus een heel document gemaakt in Excel met al mijn klanten daarin. Met alle gegevens die ik in het portaal wil hebben. En daar heb ik allemaal kolommen van gemaakt. En toen heb ik die ter controle heb ik die naar Nathalie gestuurd. En die heeft hem gecontroleerd. Nou, dat zag er eigenlijk prima uit. En toen heeft zij hem in een CSV, hoe heet zo'n bestand, omgezet. Ja, en toen zijn we zeg maar de stappen door gaan lopen van ja, hoe we dat dan gingen importeren. En dat ging eigenlijk heel makkelijk. Nu heb ik elke keer dat ik maar één of twee klanten hoef aan te... Ja, erin hoef te zetten en dan maak ik daar eigenlijk geen gebruik van. Dus dan maak ik gewoon een account gewoon zo aan met een contact. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed.
Dus ja, dat komt eigenlijk ook omdat ik niet zo heel erg goed ben met Excel. Dus dan duurt het voor mij veel langer om al die kolommen allemaal weer in te vullen. En dan daarna weer te importeren. Maar als je dus inderdaad heel veel hebt, ja, dan doe ik het liefst inderdaad met zo'n Excel-bestand. Dus binnenkort dan heb ik er weer eentje klaar met al mijn particuliere klanten. Die wil ik er nu ook in gaan zetten. Dus dan moet ik even kijken hoe ik dat dan weer ga doen. Ja, ik heb gewoon eigenlijk alle gegevens die ik van mijn klant heb, nodig heb. Er zijn ook gegevens die je niet nodig hebt. Nou, die heb ik er dan ook eigenlijk niet in zitten. Maar ik heb zeg maar in die Excel heb ik dan allemaal kolommen gemaakt. Met eigenlijk alle gegevens die ik dan wil hebben. En die heb ik dus dan ook in Textome aangemaakt. En dat gaat hartstikke makkelijk. Nou, die labels, die gebruik ik ook regelmatig. Ik heb al mijn klanten heb ik ingedeeld. En dat doe ik dan bijvoorbeeld als mensen per maand iets moeten gaan inleveren. Dan heb ik ze de tag maand gegeven en andere dan kwartaal. En sommige die leveren het per jaar in. Dus die heb ik dan allemaal dus dan verschillende gegeven. Ik heb ze ook gedaan bijvoorbeeld belasting. Dus sommige die hebben BTW, sommige hebben de one-stop-shop. Dan inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting. Zo heb ik eigenlijk al mijn klanten ingedeeld. En eigenlijk alles waarvan ik dacht, nou dat is relevant, daar heb ik een tag bij gemaakt. En als ik dus nu bijvoorbeeld een pijplijn naar mensen wil sturen, dan klik ik bij, als ik dan alle klanten heb, dan tik ik op die ene tag, bijvoorbeeld maand. Nou, en dan zie ik iedereen die dan die de tag maand heeft, die zie ik dan. En die kan je in één keer aanklikken en die kan je dezelfde pijplijn geven. Dus dan kun je gewoon, bij wijze van 100 dezelfde berichten kun je in één keer sturen. En dat vind ik juist zo makkelijk te gaan. Dus dat is juist, dan wil je juist alleen die klanten zien die dan relevant zijn. Dus die gebruik ik daarvoor, ja. Nou ja, we zijn gaan kijken samen toen naar hoe ik zeg maar, wat mijn stappen zijn in mijn werk. En toen zijn we erop uitgekomen hè, dat de klant die moet eerst een document inleveren. Dus daar hebben we in die pijplijn hebben we daar een opdracht in gezet. Wat gebeurt er daarna is, dan wil ik graag weten dat de klant heeft geüpload. Dus dat hebben we daar ook in kunnen zetten. En als dan die klant dus klaar is, ja, dan moet ik een melding gaan krijgen van dat ik iets moet gaan doen. Dus dat is dan eigenlijk stap 2. En als ik dat dan gedaan heb, dan hebben we ook erin gezet van op het moment als ik vraagposten heb, dat ook een stap is. Heb ik die niet, dan kan ik die ook overslaan. En als laatste is dan, winst- en verliesrekening sturen en de btw-aangifte, als dan de btw-aangifte moet worden gedaan voor die mensen. En als dat dan klaar is, dat het dan is afgesloten en dat het dan wordt gearchiveerd. Zo hebben we dat een beetje opgesteld, maar dat kan je natuurlijk voor eigenlijk van alles doen, zo'n pijplijn. Dus ik hoop eigenlijk binnenkort weer een nieuwe te maken. Want het is natuurlijk nu weer tijd om de inkomstenbelasting te gaan doen. Dus nu wil ik eigenlijk aan het einde van de maand wil ik eigenlijk een pijplijn erin gaan zetten. Dat mensen dus inderdaad dan voor de inkomstenbelasting alles daar dan weer kunnen aanleveren. Nou, sowieso dat het makkelijk is om documenten over en weer te sturen. Dat je dus ook kan zien wat nieuw is en dat daar ook een datum bij staat. Dat is voor mij ook heel erg belangrijk.
Want stel dat er inderdaad 1000 documenten in zitten, dan, ja, dan wil je niet gaan zoeken wat nieuw is. En dat kun je dan heel makkelijk terugvinden. Wat het voor mij heel makkelijk heeft gemaakt, zijn die pijplijnen vooral. Dat ik gewoon inderdaad in één keer 30 klanten een opdracht kan geven. En dat dat dan ook automatisch wordt herhaald ook. Dat ik dan niet zelf elke keer de klant achterna hoef, maar dat dat dan eigenlijk tekstdoom doet met door berichten te sturen van joh. En mijn klanten reageren daar ook op van joh, hey, ik krijg nou weer een mailtje van jou. Maar ik heb toch alles al geüpload. En dan kan ik zeggen ja, maar je hebt dus niet je taken afgevinkt, want anders krijg je geen mail. En dus maar goed dat je nu even wat laat horen, want ik wist niet dat je klaar was met uploaden. Dus dat maakt het voor mij wel heel makkelijk. En zo kan ik zeg maar ook mijn taken die dan tevoorschijn komen. Ja, die kan ik dus dan heel makkelijk afvinken. En dan zie ik ook wat ik nog allemaal moet doen. En nou ja, als je het een beetje lang laat liggen, dan word je vanzelf word je gedwongen om alles weer bij te werken. Want anders word je gewoon een beetje overweldigd.